Ik merkte al meteen na de bevalling, toen ik mijn dochtertje bovenop me lag, dat ik dacht, wat een angst. Ik denk dat die depressieve klachten zijn ontstaan echt door de vermoeidheid. En die vermoeidheid speelde zo'n grote rol dat ik gewoon angstig werd over hoe ik de dag moest doorkomen. Omdat ik zo'n laag energielevel had, dat het me gewoon allemaal zoveel moeite kostte. En daardoor werd ik steeds somberder, ik kreeg steeds minder vertrouwen in mezelf. En ik dacht ook, komt dit nog goed? Dat was echt wat de hele tijd door mijn hoofd speelde, komt dit nog goed? Want zo hoeft het niet op deze manier voor mij. Ik was gewoon een vrouw, een normale vrouw, met een baan, met een studie, een sociaal leven. Sport, alles wat een normaal mens heeft, zo was ik ook. Mijn vriendinnen, van veel heb ik niks meer gehoord. Die zeiden dat ik speelde, dat ik een depressie had, zodat ik bij mijn dochtertje thuis kon blijven. Collega's, dat ik deed alsof ik die depressie ook had en dat ik met mijn mensen niet moest aanstellen en gewoon moest komen werken, want voor niemand was het tenslotte een roze wolk. Het is niet wat mensen zeiden, maar meer gewoon van, hè, nou Jeanette, kom op Jeanette, even schouders eronder, weet je wel, hè? Even doorzetten. Ja, en dat is gewoon als je zo je voelt, je voelt je al zo alleen en je vindt het ook gewoon zo verdrietig dat je ja, niet op die roze wolk zit, waar je altijd over hoort. He, want iedereen zegt, oh, geniet van je kindje, geniet. En op zich, als ik hem in mijn armen had, dan vond ik dat ook best wel fijn. Of, maar ja, wat je gehoopt had te voelen, ja, dat voelt je niet.